Bart, mag ik jou naar voren vragen? En dan wil ik nog een kort gebed voor jou uitspreken. Ondanks dat je vanmorgen al een warme gebedsdouche in de binnenkamer hebt gehad. Door het gebedsgarnizoen, noem ik ze maar. Zo ga ik voor jou bidden. Ja. Vader in de hemel, we willen u ook danken dat Bart vanmorgen in ons midden is. Voor de eerste keer hier in Tholen. En we willen u danken voor zijn komst. We willen u ook zo bidden of u ons wil helpen in het luisteren. Hier wilt u alle gedachten en dingen die spelen tot rust brengen. Hier, er zijn zoveel dingen die ons in de afgelopen half uur ook bezig kunnen houden. Hier, maar wilt u ons vrijmaken van die gedachten, zodat we kunnen luisteren wat er gezegd wordt. Hier wilt u uw vrede in onze gedachten geven. En uw rust. En wilt u Bart zo zegenen met vrijmoedigheid en wijsheid om ook uw woord te delen. Amen. Bedankt. En bedankt dat ik hier mag zijn. Inderdaad, voor mij de eerste keer dat ik hier in Tholen jullie mag toespreken. En ik vind het leuk om hier in ieder geval bij jullie aanwezig te zijn. Zoals wat al werd gezegd, is het vandaag Miga-zondag. En ik zal eerst even heel kort iets over mezelf zeggen en iets over Teerfint. Dan hebben we dat alvast maar even gehad. Want ik had met Colinda in de voorbereiding al over. Ik zou ook iets vertellen over Teerfint. Het komt ook wel in mijn verhaal zeg maar een paar keer terug. Van hoe wij tegen dingen aankijken zoals die nu in de wereld spelen en dergelijke. Maar ik ben momenteel inderdaad in het dagelijks leven, zoals gezegd werd, als adviseur duurzaamheid bezig. En in allerlei dingen komt dat dan terug. Maar ik heb ook zelf bij Teerfint gewerkt. Teerfint is een ontwikkelingshulporganisatie die op eigenlijk alle continenten in de wereld zeg maar, een bijdrage levert om recht te brengen. Zo noemen we het dan maar eventjes. En eigenlijk met de visie dat ieder mens ook heel veel talenten en gaven en dingen heeft gekregen om zelf ook te kunnen opstaan uit armoede en onrecht. En dat zelf opstaan, dat proberen we dan ook gewoon te stimuleren door programma's te organiseren in de landen zelf met de organisaties die er ook altijd zijn. En het mooie vind ik altijd aan kerken. Dat zijn eigenlijk zeg maar, de organisaties waar we het meeste mee samenwerken. Kerken zijn eigenlijk door de eeuwen heen een van de meest stabiele organisaties altijd geweest. Die zijn er altijd en die zullen er ook altijd blijven. Dus welke partner kun je nou beter vinden dan een kerk die in de landen zeg maar, werkt. En dat je daar ook samen mee werkt om daar de programma's te organiseren die ten goede komen aan de mensen zelf daar. Nou, dat doen we deels in de landen, zeg maar, verspreid over de continenten. Maar wij proberen ook altijd aan bewustwording in Nederland zelf te werken. En dat doen we onder andere ook door deel te nemen in een Miga-zondag bijvoorbeeld als project. Of de Justice Conference te organiseren. Dat is eens in de zoveel jaar wordt daar een conferentie georganiseerd met allerlei partners hier in Nederland. Om ook een stukje bewustwording en bewustzijn in Nederland ook te brengen. Nou, dat is een beetje het werk van Teer. Dus daar, Teerfund, daar zullen jullie straks ook voor gaan collecteren. En namens Teerfund sta ik hier ook. Dus ik ben als spreker zeg maar, namens Teerfund ook in de gelegenheid om hier jullie iets te brengen. En vandaag dus over de Miga-zondag. En we gaan het hebben over klimaatverandering en wat de wereld ons daarin zeg maar, eigenlijk laat zien, hoe je daarmee om kan gaan. En ik wil daar ook aan toevoegen hoe wij vinden vanuit Teerfund, maar ik zelf ook, ben er ook van overtuigd hoe wij ermee om kunnen gaan. En ik zal jullie op het einde ook een paar tips meegeven, zodat jullie ook zelf, als jullie straks naar huis toe gaan, daar nog eens even verder over door kunnen denken. En zoals al werd gelezen, de Miga-zondag die staat eigenlijk centraal rondom Miga 6 vers 8. En ik zou jullie graag in de tekst mee willen nemen een beetje een nieuwtestamentische versie van Miga 6 vers 8. En die vinden we in Efeziërs 5. En in Efeziërs 5 vers 15 tot en met 20 voor de mensen die mee willen lezen. Maar ik zal het ook gewoon hier voorlezen. En daar staat het volgende. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want het leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen.
en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dit is het woord van God. En speciaal wil ik dan stilstaan bij Efesiërs 5 vers 16, waar staat: gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Nou, dat is een hele compacte tekst volgens mij die de wereldsituatie zoals die nu is ook heel kort samenvat. We leven in een slechte tijd. Nou, en wat is dan het goed doen? Hoe kunnen we dan goed doen? En hoe kunnen we dan werken aan recht brengen? Op 24 november 2004 is Natalia Dmitruk aan de beurt om op de staatstelevisie in Oekraïne als doventolk te vertalen. En als je het journaal kijkt, we kennen dat allemaal wel. We hebben een groot scherm, waar eigenlijk een beetje het grote scherm waarop het nieuws van de wereld wordt gebracht. En de doventolk die krijgt dan een klein schermpje rechts of links onderin, waarop hij of zij de boodschap mag gaan vertolken naar de doven toe. Nou, die dag was Natalia aan de beurt en dit was op de dag dat er verkiezingen waren geweest in Oekraïne. En dat er dat waren gemanipuleerde verkiezingen achteraf gebleken. En die doventolk die wist het al en die mocht de boodschap die eigenlijk op het grote scherm vertoond moest worden, dat Janukovic de verkiezing had gewonnen, moest zij dus gaan vertalen naar de doven toe. Maar deze moedige gebarentolk Natalia die weigerde dat verhaal te vertellen. En wat zij zei was dit namelijk: onze president is Yushchenko. Vertrouw deze uitslag niet, het zijn allemaal leugens en ik schaam me voor de leugens. Dus op het grote scherm werd het verhaal verteld van een gemanipuleerde verkiezing en op het kleine scherm onderin mocht de doventolk een andere boodschap brengen. En dat was een moedige boodschap wat ze deed. En kun je afvragen, hè, die moed, heeft dat nou echt heel veel verschil gemaakt? Nou, het heeft heel veel, wel degelijk ook echt verschil gemaakt. De doven die het zagen namelijk, die gingen al heel snel elkaar gewoon tekstberichten sturen. Van, hé, heb je het ook gezien? Die gingen de tekstberichten naar de familie toe sturen. En dat kwam ook al snel in de social media terecht. En een paar dagen later hebben ze wel geteld 250 journalisten. Die hebben met elkaar gezegd van, nou, wij moeten hier iets mee gaan doen. En uiteindelijk is uit dat kleine schermpje daar rechts onderin, is de Oranje Revolutie geboren en ontstaan. Nou, en dat is een hele belangrijke kanteling geweest in de historie, in ieder geval in Oekraïne, waarin zeg maar de gemanipuleerde verkiezingen werden gecorrigeerd daarna ook en er een legitieme regering is gekomen. En dat beeld wil ik ook graag gebruiken van hoe wij zeg maar met wereldbeelden om kunnen gaan die de wereld ons schetst en wat ons plekje dan in dat kleine schermpje daar onderin is en wat we daarin mogen laten zien. Ik wil deze ochtend drie wereldbeelden eigenlijk met jullie doornemen over hoe er naar klimaatverandering kan worden gekeken. Want daar gaan we het vandaag over hebben. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar klimaatverandering is niet altijd een heel leuk gesprek of zo om over te hebben. Want de meningen lopen nog wel eens uiteen en die zijn heel verschillend. Aan de lunchtafel op het werk kun je zomaar ineens hele dikke discussies krijgen over hoe de klimaatverandering is ontstaan. Of wie er schuldig aan is, of welke oplossing nou het beste is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over misschien hier in de gang van de kerk. En daar kunnen misschien ook wel heel andere beelden worden uitgewisseld of andere meningen naar voren komen. Of in de straat op de hoek. En het moeilijke daarbij is ook inderdaad, wat het heel vaak heel lastig maakt, is de schuldvraag. Hè? Van, kun je nou zelf als mens daar iets aan veranderen? Hè? Zoals wij hier in deze zaal zitten, of misschien wel als je straks weer thuis bent in je kleine plek. Kun je nou het verschil maken om rondom klimaatverandering iets te doen? Ik wil met jullie kijken naar drie populaire wereldbeelden die een relatie hebben met hoe we tegen klimaatverandering kunnen aankijken. En in dat vergelijk wil ik ook steeds weer dit vergelijk maken van het grote scherm en ons kleine schermpje daar rechts onder in de hoek wat wij daar laten zien. En daar zal ik straks ook wat verder over uitweiden. En allereerst, nu gaan er twee tegelijk. Zo. Dit is het eerste wereldbeeld. Ik denk dat ongeveer 80-90% van iedereen die hier zit, en misschien wel 100% als ik zo even kijk wie er allemaal zitten, in de tijd is opgegroeid dat het alleen maar beter is geworden. En we zijn altijd vooruit gegaan. Sinds, de Tweede Wereldoorlog, is er eigenlijk een soort stijgende lijn geweest van vooruitgang. Waar wij
in zijn opgegroeid. En het zit zelfs ook in ons onderwijssysteem. Hè? Dat we, als je de les economie krijgt, we krijgen altijd les in economische groei. Hoe de wereld zeg maar, eigenlijk en de economie ook steeds maar weer moet verder groeien. Nou, dat is een belangrijk wereldbeeld over hoe je ook tegen klimaatverandering kan aankijken. En we kunnen ook zeggen dat we steeds een groei hebben doorgemaakt. We hebben meer kennis vergaard, we zijn gezonder geworden met elkaar. We zijn welvarender geworden en in het wereldbeeld blijft dat ook steeds het grote doel. Om steeds maar die continue vooruitgang zeg maar, te krijgen. Een soort eeuwige vooruitgang. En tegelijkertijd zien we ook dat die vooruitgang misschien wel voor ons geldt. Maar niet voor heel veel andere plekken op deze wereld. En hoe zit het met het slechter worden van de woonomgeving van mensen die lijden onder fabrieksuitstoot? Hoe zit het met de nieuwe slavernij in de kledingindustrie? Zijn die mensen er echt beter van geworden dat wij hier zo welvarend zijn geworden? Of met vervuiling van ecosystemen of overstromingen in Pakistan? Hitterecords die steeds verbroken worden, opwarming van de aarde. Kunnen wij zeggen dat in die eeuwige economische vooruitgang dan de hele wereld zeg maar, er beter van wordt? Nou, ik denk dat we daar zelf het antwoord wel op hebben. En wat is dan onze plek hierin? En om dan maar met Efeziërs 5 vers 16 te spreken, die nieuwtestamentische versie van Micha 6 vers 8. Doen wij dan het goede in deze slechte tijd? Als we zelf steeds maar meegaan in die economische groei. Doen wij dan het goede als we steeds maar weer meer en meer consumeren? Doen wij dan het goede als we toch maar weer die vliegvakantie boeken naar dat ene eiland of die ene stad? Terwijl we weten dat vliegen een van de slechtste dingen is om nu te doen rondom klimaatverandering. De wereld laat op het grote plaatje zien de eeuwige vooruitgang, maar wat zetten wij in dat kleine schermpje daar rechts onderin? Nou, dat is een eerste wereldbeeld om even neer te zetten hoe je naar de wereld kan kijken, ook met betrekking tot klimaatverandering. Een tweede, dat is dit plaatje. En dit is een plaatje eigenlijk een beetje van het wereldbeeld van de technobevrijding. Dat is eigenlijk het eeuwige geloof of het ontwijfelbare geloof in de techniek. Dat de techniek alles ons zal brengen. En misschien sterker nog wel, we weten nu ook wel de overtuiging van de mensen die een beetje in de technobevrijding geloven, om het zo maar even te noemen. Die weten heel goed dat deze aarde met alle grondstoffen gewoon beperkt is. Als we gewoon willen door blijven groeien, door willen blijven ontwikkelen zoals we dat tot nu toe steeds hebben gedaan. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we op zoek naar andere aardbollen. Om toch onszelfde welvaartsniveau te behalen. En het klinkt misschien wel heel erg abstract en dat je denkt van ja, maar dat gaat er niet gebeuren en dergelijke. Maar neem maar een Elon Musk met zijn hele SpaceX en allerlei bedrijven die hij daarin opricht. Dat is erop gericht om andere plekken te vinden waar we ook grondstoffen en dergelijke vandaan kunnen halen. Om maar onze drang naar groei en dergelijke ook te kunnen blijven vullen. Je zou het bijna een soort nieuwe koloniale periode ook kunnen noemen. En deze groep, die groep van mensen die gelooft in die technobevrijding, die hebben dat ook echt centraal staan. Dat is niet onze bestemming om hier op deze aarde te blijven leven, maar misschien zijn er wel andere plekken waar we ook gebruik van kunnen maken. Nou, en ook bij dit wereldbeeld kun je jezelf weer afvragen in de woorden van Efeziërs 5 en 16. Doen wij het goede in deze slechte tijd als we dit navolgen? Hebben we dan respect voor Gods schepping of zeggen we van nee, die schepping is ons niet genoeg. Wij zetten er wel zelf iets bij of iets naast of we gaan naar andere dingen op zoek om onze behoeften steeds meer te blijven vervullen. Dus dat is een tweede wereldbeeld erbij. En een derde, dat is misschien ook wel een spannende waar misschien ook wel wat herkenning in zal zitten. En ik noem het maar een beetje de fatalistische methode of de fatalistische modus om het zo maar even te noemen. En je kunt het ook een beetje positiever neerzetten van laten we nou gewoon een soort overlevingsmodus aanzetten waarin we gewoon de dingen accepteren zoals ze komen. En dan maar gewoon proberen aan te passen aan wat wij kunnen voorspellen en kunnen verwachten. Nou, wat gaan we dan doen? Dan blijven we ons leven gewoon voortzetten. Dan gaan we de dijken wat verhogen. Dan gaan we wellicht verhuizen naar een andere plek als dat nodig is waarin het wat veiliger is. Dan proberen we de bijeffecten die we daarvan ondervinden zoveel mogelijk voor onszelf in ieder geval te verzachten. En kijken vooral naar hoe we ons eigen leven gewoon op een hele prettige manier kunnen blijven voortzetten.
En wat er dan voor de rest in de wereld gebeurt, nou, dat is dan maar even iemands anders zorg, als ik het maar gewoon goed heb op de plek waar ik ben. Nou, dat bedoel ik met een beetje een fatalistische modus. En dat is niet ver weg, die gedachte die daarbij hoort. En je hoort het soms wel eens om je heen. Ja, ach ja, waarom zou ik eigenlijk investeren in bepaalde dingen of bepaalde keuzes gaan maken, mezelf belemmeren? We gaan toch allemaal dood. En nou, laten we het nu maar gewoon goed hebben met wat ik nu hier heb en wat ik daarvan kan gebruiken. En zelfs in christelijke kringen horen we dat nog regelmatig. En dat is misschien wel een beetje een spannende. Hè, maar we horen natuurlijk regelmatig om ons heen van het is niet aan ons om te beslissen hoe het met de wereld gaat. Het is Gods plan wat er zich zeg maar, tentoon zal spreiden. Nou, dat is een feit, denk ik. Hè, dat God die heeft deze wereld in zijn hand. Maar we zongen er net ook al over. Wij zijn ook instrumenten in Gods handen en hebben ook een verantwoordelijkheid gekregen om daar op een goede manier mee om te gaan. En ook in deze vergelijking kunnen we ons weer de vraag stellen van wat is dan het goede dat wij doen, zeg maar nu, in deze slechte tijd. Gelukkig mogen wij er ook een ander geluid tegen aanzetten. En ik begon al met het verhaal van de Oranje Revolutie in Oekraïne, een paar jaar geleden, 2004 was dat. En die dove tolk, het kleine schermpje daar onderin in het grote scherm. Ik denk dat wij als christenen ook in het kleine schermpje goed mogen nadenken over wat wij laten zien in alles wat er in de wereld speelt. En wat laten wij dan zien in ons kleine schermpje daar rechts onderin. En volgens mij kunnen wij dan niet anders dan terugvallen op het scheppingsverhaal. En we zongen er net al een hele mooie liederen over en eigenlijk zit er heel veel in die liederen al eigenlijk de hele lijn van het verhaal wat ik eigenlijk wilde vertellen. Dus dat hebben we eigenlijk al gehad, dus we zouden kunnen stoppen, maar toch wil ik daar nog eventjes naar terug. Van wat is dan dat verhaal wat wij onderin dat kleine schermpje mogen laten zien? En het begint wat mij betreft bij het scheppingsverhaal. En de schepping is een repeterend verhaal. 6 dagen werden de dingen geschapen en de 7e dag was een rustdag. En elke dag sloot God af met... En God zag dat het goed was. Met de woorden, het is goed. Dus de schepping is per definitie goed. God heeft het goed bedoeld. En dat is wat mij betreft ook het vertrekpunt om te beseffen wat wij in dat kleine schermpje daar rechts onderin mogen laten zien. Dat is de basis voor wat wij, hoe wij in het leven mogen staan. En sterker nog, wij zijn een integraal onderdeel van die schepping als mensen. Dus wij zijn ook in die 6 dagen zijn wij geschapen als mens. En sterker nog, wij zijn het enige wat geschapen is naar Gods evenbeeld. Nou, dat zegt nogal wat over hoe wij zeg maar, onze plek innemen in die schepping. En God zei dat de schepping die is goed en wij zijn als een evenbeeld geschapen. En dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor je buurman of buurvrouw die naast jou zit hier in de rij. Dat geldt ook voor de buurvrouw die je in de straat tegenkomt, voor de collega op het werk. En het geldt ook voor die vluchteling die zo te lijden heeft onder de klimaatverandering. Ook die is naar Gods beeld geschapen. Het geldt ook voor die kledingsslaaf die voor een habbekrats jouw shirtje in elkaar zit te naaien. Ook die is naar Gods beeld geschapen. En dat besef, dat is denk ik wel een van de vertrekpunten, zeg maar, om in dat kleine schermpje goed bewust te zijn van wat wij in deze wereld mogen laten zien. Dus wij zijn naar zijn beeld en naar zijn evenbeeld geschapen. En ik zou daar kunnen stoppen met dat besef dat we weten van nou oké, prima, schepping was goed. Wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen. Dat weten we genoeg. Nou, helaas. We weten ook, en dat staat ook in Efeziërs 5, 16, we leven in een slechte tijd. En dat mocht er net al meerdere keren langs laten komen. En dat is niet nieuw. Dat is niet iets van deze jaren waarin we nu leven. Dat is al jaren, al eeuwen leven al in een slechte tijd. En sinds de zondeval is er sprake van die slechte tijd. Een kras op de schepping en zelfs meer dan dat, diepe krassen, diepe scheuren misschien wel in de schepping als we gewoon leven zoals we nu leven en daarmee doorgaan. Ook dat is een onderdeel van dat verhaal daaronder in dat schermpje. De schepping is goed en tegelijkertijd moeten wij erkennen dat wij als mensen keuzes hebben gemaakt waarin die schepping diepe krassen heeft gekregen. En we leven dus in een slechte tijd. Dat is onderdeel van dat verhaal.
Maar ook daar houden we het verhaal niet op. Ook dan mogen we nog weer verder gaan. Mogen we in de Bijbel lezen dat er ook een weg uit die zondeval is. Een weg naar, naar herstel. En dan komen we bij het herstelplan van Jezus uit. En dat is iets heel anders dan de herstelplannen waar we in Nederland zo van houden. Hè. We hebben een soort corona-herstelplan. We hebben economisch herstelplan. In Europa worden allerlei herstelplannen gemaakt en bedacht. Maar dit is een heel ander plan. Hè. Dit bedoel ik niet met een herstelplan. Maar dit gaat over een alomvattend herstelplan voor de hele schepping. En we zeiden net al, hè, God die houdt van de hele wereld. Dat is mens, dier, plant, omgeving, alles wat er gemaakt is in die schepping. Lees de 6 dagen er maar op na. Dat is waar God van houdt. Dat is de schepping waar hij van houdt. En waar hij ook weer herstel wil brengen door de Heer Jezus Christus. En ik mag geloven, en ik hoop dat wij dat ook met elkaar mogen geloven, dat Jezus ook dat herstelplan komt te brengen. En ook weer het zal herstellen naar de oorspronkelijke scheppingsgedachte. Naar een situatie waarin God als vader en waarin God als schepper ook weer kan zeggen, het is goed. En waar staan wij dan? Is daarmee dan het klimaatprobleem ineens opgelost? Als we dat beseffen, hè? Als we dat plaatje laten zien van de schepping was goed. Oké, er is een zondeval geweest, maar wij geloven in het herstelplan van onze Heer Jezus Christus. Is dan alles ineens opgelost? Is daarmee de wereld gered of is daarmee duidelijk wat u of ik kan doen om een bijdrage daaraan te leveren? Nou, wat volgens mij wel duidelijk is dat wij een verantwoordelijkheid hebben om daarin ook in Gods herstelplan een plek in te gaan nemen. Het goede doen voor onze medemens, het goede doen voor onze omgeving, plant en dier. Het goede doen, daarmee dragen we ook bij aan het herstelplan van Jezus. En dat is het beeld wat we mogen laten zien onder in dat kleine schermpje, in het grote scherm van de wereld. En daar wil ik ook mee afsluiten, want het goede doen, wat houdt het nou dan eigenlijk in? En dat is een hele concrete vraag. Oké, besteed je je dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Nou, daar kunnen we volgens mij weken of maanden over discussiëren en debatteren over wat dan goed is. En ik zou kunnen zeggen, ja, dat moet je dan maar gewoon lekker zelf uit gaan zoeken wat dan goed is. En het is heel leuk om te horen dat jullie de MIGA-cursus hebben gedaan. Daarin heb je met elkaar volgens mij ook dat gesprek. Oké, wat vinden wij dan dat goed is? Wat zouden wij dan kunnen doen op de plek waar ik dan woon of leef? Dus iedereen kan daar ook voor zichzelf keuzes in maken en is daar ook over aan het nadenken gezet. Dus ik zou kunnen zeggen, zoek er maar gewoon lekker zelf uit. Bepaal maar wat voor jezelf goed is. Maar dat is wat te makkelijk. Maar het is ook veel te moeilijk om dat voor iedereen gewoon hier in een soort van generalistische lijstje van 10 punten of zo neer te gaan leggen. Want dat, ja, iedereen heeft zo zijn eigen plek. Iedereen heeft ook zo zijn eigen invloed op wat er allemaal gebeurt, of waar je voor staat in je leven. En toch wil ik 3 dingen noemen om jullie mee te geven om verder over na te denken of het gesprek over aan te gaan. En de eerste daarvan is, nou, gebruik uw dagen goed en heb de moed om radicaal te kiezen. En ik denk dat dit wel eentje is waar we misschien ook wel aan gewend zijn. Als christenen zijn we best wel gewend om radicaal te zijn. We willen graag ook anders in de wereld staan dan misschien wel de niet-christenen. We willen laten zien voor wie wij staan, in wie wij geloven. We worden op ons werk regelmatig uitgedaagd om eens te zeggen van, nou, wie is die Jezus dan? Wat geloof je dan daarin? Nou, dat vraagt ons best om moed om radicaal te zijn. Nou, laten we dan diezelfde moed die we daarin gebruiken ook gebruiken om moedig te blijven en moedig te zijn in keuzes rondom klimaatverandering. En we noemden net al eventjes dat vliegen. Laten we de moed hebben om daar gewoon ook dan mee te stoppen. Moet je voor je werk vliegen is een wat ander verhaal, maar doe je het voor je eigen lol of plezier? Nou, besef dan goed wat je doet en heb de moed om daar dan ook gewoon mee te stoppen. Heb de moed om andere keuzes te maken rondom je eetpatronen of rondom bestrijdingsmiddelen gebruiken in je tuin of wat dan ook. Hè. Wees moedig om radicaal te kiezen. Dat is wat mij betreft tip 1. Een tweede, denk in generaties. Gebruik uw dagen goed en denk in generaties. En wat ik hiermee bedoel is dat bij keuzes die wij vandaag de dag maken, kijk dan eens 2 of 3 generaties vooruit en stel jezelf de vraag, wat zouden mijn, misschien zijn er mensen hier met kleinkinderen of toekomstig kleinkinderen, wat zouden die hiervan vinden of van gaan ondervinden, van keuzes die ik maak?
En besef dat goed, dat je gewoon ook verantwoordelijkheid draagt voor generaties na ons. Dus kies jij vandaag voor richting X, wat is dan het effect daarvan voor je kleinkinderen of eventueel je achterkleinkinderen? Wat vinden ze ervan of wat ondervinden ze ervan? Dat bedoel ik met denken in generaties. Als je het hebt over goed doen, denk in generaties. En als laatste, en wat mij betreft de belangrijkste, we komen terug weer bij dat scheppingsverhaal. God is onze schepper. God heeft deze wereld gemaakt. Nou, laten we hem dan ook met de woorden van Efeziërs 5 vers 19 en 20, die hebben we ook net gelezen, ik zal ze nog een keer lezen, hem ook alle glorie daarvoor geven. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God de Heer die uw Vader is. En ik voeg er dan aan toe, dank hem die uw Schepper is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat mij betreft begint het daar. Laten we God als Schepper alle eer geven en vanuit dat respect ook respectvol met de schepping omgaan met hetgeen hij gemaakt heeft, met onze plek daarin. Laten we ook denken aan die generaties die na ons komen, alle keuzes die we maken. Neem dat in het besef mee van wat zouden mijn kleinkinderen daarvan vinden of van ondervinden. En heb de moed om radicale keuzes te maken. Amen. Ik zou jullie willen bidden. Heer, lieve God, lieve Schepper, Heer, wij mogen dit moment ook bij u komen. Heer, we mogen onder de indruk zijn van wie u bent, van wat u geschapen heeft, van wat u gemaakt heeft. Heer, we loven u daarvoor, we danken u daarvoor dat wij ook onderdeel van uw schepping mogen zijn. Zelfs meer dan dat, dat wij naar uw evenbeeld geschapen zijn, Heer. Dank u daarvoor. En Heer, wij mogen als we om ons heen kijken, ook beseffen dat we het lang niet altijd goed doen. Dat we verkeerde keuzes maken. Dat we keuzes maken die uw schepping schaden. Die slecht zijn voor de mensen om ons heen. Voor mensen die een evenbeeld zijn van u. Heer, daar zorgen wij voor krassen. We zorgen voor diepe scheuren in uw schepping. En Heer, wij willen vanuit dat besef ook u vragen, Heer, vergeef ons voor die verkeerde dingen die wij doen. Voor de keuzes die we maken die een slecht effect hebben voor de mensen om ons heen, voor uw schepping. En Heer, tegelijkertijd mogen we ook weten dat u met het zenden van uw Zoon Jezus Christus, dat u ook heeft gezegd, ik wil de schepping weer herstellen. Ik wil de mens, de relatie tussen mens en u, tussen schepping en mensen, tussen schepping en u ook weer herstellen. En Heer, in dat plan mogen wij ook onze bijdrage leveren. U geeft ons ook de verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan, om daar goede keuzes in te maken. En Heer, helpt ons om moedig te zijn daarin. Helpt ons om te kijken wat goed is en ook de moed te hebben om te doen wat goed is. En Heer, helpt ons ook om verder te kijken dan ons eigen belang. Helpt ons om ook in generaties te denken, zoals u dat ook doet, Heer. U heeft deze wereld voor ons gemaakt, voor de mensen die voor ons hebben geleefd, maar ook voor de mensen die na ons zullen komen. En Heer, helpt ons ook om die verantwoordelijkheid ook in te vullen. En Heer, bovenal willen we uw naam groot maken. U bent onze Schepper, u bent onze Heer. En vanuit dat besef mogen wij leven op deze aarde en met ons leven u ook alle glorie brengen. Heer, zo komen we bij u. En we vragen zo ook uw genade in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Zeggen. Vanavond om 8:00 is er een aanbiddings- en bemoedigingsdienst. Spreker is Jan-Pieter Mostert van de Stichting Gaven. En van harte aanbevolen om daar vanavond ook naartoe te komen. En dat is hier aan de Simon Lindhoutstraat. Het goede doen heb ik ook van Bart onthouden en ook in mijn openingsgebed benoemd. Het goede doen is soms heel lastig in het leven. Ook als er leven en dood speelt. Daarom wil ik zo dadelijk kort bidden nog voor de familie van Barbara Tol. Barbara is afgelopen vrijdagavond, als ik het goed zeg, overleden. En ook voor Jaap en Arina, Ben en Sharon, de zus van Arina, is gisteravond, als ik het goed begrepen heb, overleden. En ook met de vader van Jaap gaat het niet goed. En dus graag wil ik voor hen bidden. Maar ook bidden voor al diegenen die ik nu niet noem. Maar waar ook pijn, moeite zit of ziekte zit. Vader in de hemel.
Hier soms weten we heel veel van elkaar niet. En wat er allemaal speelt en wat voor moeite en pijn we ervaren. Maar Heer, ik wil u bidden voor de kinderen van Barbara. Heer, die er eigenlijk hun moeder moeten missen. Maar ook met dat dubbele gevoel aan alle kanten wil ik u bidden, Heer, wilt u uw hand over hen houden? Heer, en wilt u zo bij de familie zijn, Heer? Hun troosten in het verdriet en de pijn. En soms de vragen die er zijn waar we geen antwoorden op hebben. Heer, laat ons als gemeente ook biddend en pratend rondom hun staan, Heer. Soms komen we er niet alleen uit en hebben we elkaar zo hard nodig. Heer, zo wil ik u ook bidden voor Arina, dat u ook haar troostte. In dit verdriet ook weer van haar zus die overleden is. Dat u bij Jaap zijn, als het slecht met zijn vader gaat. Heer, wilt u ook bij de hele familie Zwijnenburg zijn. Heer, in al die moeite en pijn die er is. En tegelijkertijd mogen we weten en vasthouden aan dat u er bent, Heer. U gaat met ons mee. U bent erbij in alles wat we meemaken. Heer, laat ons daaraan vasthouden, ook in deze moeilijke dingen. Heer, en leer ons en laat ons het goede doen en daar ook duidelijke keuzes in willen maken. Amen. Ik wil vragen of jullie indien mogelijk willen gaan staan. Sorry? Waar we vergeten denken, hè? Nee. Collecte voor Tearfund. Dienst graag met jullie afsluiten. We hebben een lied gezongen vanmorgen ook, Maak mijn hart onrustig. Eigenlijk is dat een thema wat Franciscus van Assisi met zich meevoerde in zijn leven. Er is een heel mooi boek over hem geschreven ook. En de zegenbede is ook eigenlijk de Franciscaanse zegenbede die ik jullie mee wil geven. Mogen God ons zegenen met onrust, bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Mogen God ons zegenen met tranen die we uitstorten voor hen die lijden. Door pijn, verwerping, honger en oorlog. Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Mogen de genade van de Heer Jezus, de liefde van God de Vader en de innige band van de Heilige Geest met jullie zijn. Amen. God zegen.